de heer Van den Broeke wellicht niet uitvoerig in te leiden. U kent Van den Broeke ongetwijfeld uit, tussen aanhalingstekens, zijn vorige leven. Toch is het niet in de goedanigheid van politicus dat wij de heer Van den Broeke gevraagd hebben om de openingslezing te verzorgen. Wij waren bij het opmaken van het programma bijzonder verleid door het redenaarsconcert over geluk dat de heer Van den Broeke begin dit jaar op diverse Vlaamse podia heeft gebracht, op de tonen van Monteverdi's opera Orfeo. Wij hebben hem gevraagd of hij bereid was om daarop verder te werken, weliswaar zonder Monteverdi. Zijn jarenlange beleidservaring als minister in federale en Vlaamse regering en als academicus aan diverse universiteiten zijn ongetwijfeld een gedegen inspiratiebron om een kritische reflectie te maken over geluk en verantwoordelijkheid. Meneer Van den Broeke, wij zijn zeer benieuwd naar uw betoog. Ik geef u zeer graag het woord. Dank u wel. Ik wil u voor eerst danken voor de uitnodiging om hier in dit midden van studenten, maar ook andere mensen, te spreken over geluk. Het is eigenlijk een beetje vreemd dat ik dat moet doen, want ik ben geen expert in geluk, niet op het persoonlijke vlak, maar ook niet op het filosofische vlak. Dit is niet echt mijn onderwerp. Maar ik ben inderdaad uitgenodigd omdat ik vorig jaar een zijstap heb gemaakt naar dit onderwerp, naar aanleiding van een voorstel om samen met Bierok en met een jonge Gentse componist, Thomas Metrijns, een avond te verzorgen waar een muzikaal programma was en waar ook woord aan te pas moest komen. Men vroeg mij van dat woord te brengen. Ik heb dat proberen te doen op het ritme inderdaad van Orfeo, van Monteverdi, wat een verhaal is, zoals vele opera's natuurlijk, maar wat een verhaal is met uitbundig geluk en zeer groot verdriet. En ik heb het al gehad over geluk. Mijn boodschap was kritisch voor de gelukswetenschap, voor mensen zoals Ruud Veenhoven, die jullie dus nog zullen horen hier. Heel kort samengevat zegde ik, ja, geluk veronderstelt doel in je persoonlijk leven. Maar in de mate dat we kunnen spreken over het geluk van de samenleving, wat een beetje een glibberig pad is, maar als we zouden willen nadenken over het geluk van de samenleving, dan komen we eigenlijk opnieuw tot hetzelfde besluit. De samenleving heeft een doel nodig. We hebben een gemeenschappelijk doel nodig om gelukkig te zijn als samenleving. Ik begin met de wedergeboorte van Jeremy Bentham en zijn utilitarisme, wat een strekking is geweest in het denken, nog altijd erg belangrijk. In het tweede deeltje ga ik het hebben over mogelijke alternatieven voor dat utilitarisme. En dan ga ik even pauzeren met de vraag waarover we ons eigenlijk druk maken, of dat allemaal wel zeer belangrijk is wat we hier staan te vertellen en al deze debatten. En dan kom ik bij het concrete voorbeeld, namelijk stijgende levensverwachting. En dan keer ik even terug tot de vraag, wat is ons publieke doel? Maar dat pas ik dan toe op levensverwachting. Bentham, Jeremy Bentham, was een 18e eeuwse filosoof van de verlichting. Hij was eigenlijk een progressieve man, je zou zeggen een goede man, die het goed voor had met de samenleving. En die heeft hem voor die tijd uitermate progressieve gedachten ontwikkeld. Namelijk dat het doel van een samenleving en het doel van beleid, het doel van de regeringen, zou moeten zijn dat zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk zijn. Dat was een uitermate progressieve gedachte. Nu kan je zeggen dat Jeremy Bentham dat niet bijzonder nauwkeurig heeft uitgewerkt. Dat is meteen een van de kritische punten van wat bedoelde hij dan eigenlijk met geluk. Hij had het over inderdaad happiness, maar ook over pleasure, plezier, satisfaction. Eigenlijk kan je zeggen dat het ging hem over de bevrediging van ons fundamentele verlangen naar geluk en welzijn. Daarover ging het eigenlijk. En Bentham en degenen die hem gevolgd zijn, en zeker de economisten die hem gevolgd zijn later, die kwamen eigenlijk tot een soort van rekenkunde van het geluk. Je moest het geluk maximaliseren. Dat economisten in de 19e eeuw, zeker op het einde van de 19e eeuw, zijn gaan bewijzen dat als je het geluk van zoveel mogelijk mensen zo groot mogelijk wil maken, dus als je de som van het geluk zo groot mogelijk wil maken, het beste wat je dan kan doen, is eigenlijk mensen met elkaar laten handel drijven, vrije transacties op vrije markten. Laat dat gebeuren en er zal zoveel mogelijk geluk zijn, want de mensen zullen wel voor hun eigen geluk zorgen. Maar eigenlijk al in de jaren 30 van de vorige eeuw
begonnen mensen te zeggen, ook in de economische wetenschap, ja, dat het toch wel een nogal naïef verhaal was, het verhaal van Bentham en degenen die hem gevolgd waren. Waarom was dat een naïef verhaal? Omdat, ja, je kan wel zeggen dat we naar ons geluk streven, maar hoe kan je nu het geluk van de ene mens beginnen optellen met het geluk van de andere mens en daar rekenoefeningen rond gaan doen? Dat gaat niet. Geluk is een zeer subjectief iets. Is, zoals men dat zegt, interpersoonlijk niet vergelijkbaar. Je kan eigenlijk geen rekenkunde van het geluk maken. De belangrijkste vaststelling die Laird maakt, is niet alleen, maar is dat op basis van wat we ondertussen kunnen meten, aan de hand van grote enquêtes, we eigenlijk wel moeten besluiten dat de mensen inderdaad niet gelukkiger zijn geworden in rijke landen de voorbije tientallen jaren. En dus zegt Laird, de economie is gegroeid en we zijn geen spat gelukkiger geworden. Hoe komt dat? Eerst is natuurlijk zoiets als gewenning. Dus je geluk, dat slijt. Geluk dat samenhangt met rijkdom. Eerste verklaring. Tweede verklaring is eigenlijk belangrijker en interessanter. En is nogal gestoffeerd met zeer veel wetenschappelijk onderzoek. Is dat in de mate dat geluk verbonden is met materiële gegevens, is het zeer sterk beïnvloed door vergelijking. Waarom blijft materiële rijkdom niet tot meer geluk? En waarom is meer BNP, meer bruto nationaal product, niet meer bruto nationaal geluk? En daar is Richard Laird nu mee bezig. Zelfs als we in staat zouden zijn om geluk te meten, zelfs als we dat nu kunnen vandaag, geluk meten en vergelijken en rekenen, zou het zo zijn dat zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen, dat dat nu echt een hele heldere doelstelling is voor politiek? Is dat nu een verstandig idee? Volgens mij is het antwoord nee. Objectieve omstandigheden van mensen kunnen zeer verschillend zijn, en toch kunnen ze zeggen dat ze even gelukkig zijn. Zijn we dan niet met iets zeer glibberig bezig, dat misschien een beetje naast de kwestie is? Met name door het feit dat mensen hun aspiraties aanpassen aan hun objectieve omstandigheden en dat zeggen dat ze gelukkig zijn. Ik zie in die geluksmetingen dat bijvoorbeeld Colombia een land is waar het gemiddelde geluk even groot is als in de meeste Europese landen, ondanks het feit dat er daar burgeroorlogen zijn, weet ik wat. Ghana is een land waarin die geluksmetingen evenveel gemiddeld geluk is als in Duitsland. Dat klopt wel ergens niet. En ik ga jullie dadelijk een voorbeeld geven, ik ga dat dadelijk tonen. Dat ook bij meer ontwikkelde landen een beetje raar is. Dus let op met dat gemiddeld geluk. Dat is zeer subjectief inderdaad. En dus eigenlijk moet je erg opletten met de vraag of je niet in de plaats van de mensen doelen formuleert die niet hun doelen zijn. Is het niet een beetje paternalistisch van te zeggen dat iedereen moet een gelukkig gevoel hebben? De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een hele grote denktank, heeft vorige week een zeer mooi rapport gepubliceerd. Die hebben zich daardoor laten inspireren door heel die hype rond het geluk over welzijn. Maar al sinds een aantal maanden kan je op hun website gaan spelen. Ik raad het echt aan om dat eens te doen. Ik heb daar het webadres, de 3xWWW Better Life Index. Ze hebben een soort index gemaakt van welzijn, die een alternatief is voor de dictatuur van het BNP. Maar ik keer nu even terug in mijn verhaal naar alternatieven voor die inderdaad toch wel een beetje glibberige opvatting van ja, we gaan meten hoe gelukkig de mensen zijn en de doelstelling van ons beleid is dat zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk zijn. Om te beginnen, John Rawls. John Rawls heeft, zoals ik zei, een groot stuk van zijn leven besteed aan het bestrijden van het utilitarisme. Had er eigenlijk twee grote kritieken op die hij ontwikkeld heeft in de jaren 50 van de vorige eeuw. De eerste kritiek was dat samen bij elkaar optellen van geluk, dat is toch verschrikkelijk. Dat is eigenlijk mensen niet meer als ondeelbare individuen beschouwen, maar dat is denken dat als het geluk van de ene groter wordt, dat een argument kan zijn om het geluk van de andere kleiner te laten worden, want de som wordt groter misschien. Als ik heel gelukkig kan zijn door iemand anders ongelukkiger te maken, is het goed. Nee, dat is een schandalige inbreuk op de individualiteit van de mens, dat soort van rekenkunde. De tweede zei hij, geluk is iets waar mensen zelf voor verantwoordelijk zijn. Want mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid, maar ze moeten ook de kans hebben om hun eigen levensplan vorm te geven, hun eigen doelstellingen te kiezen.
Als ze daarin slagen, zullen ze gelukkig zijn, maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Wat je moet doen als samenleving is de basisvoorwaarden geven. En de basisvoorwaarden voor John Rawls was een lijstje met wat hij noemde de primaire sociale goederen. Een lijstje dat misschien zeer evident klinkt, maar heeft daar lang over nagedacht. Wat zat daar zoal in? Fundamentele rechten en vrijheden. Wat zat daar nog in? Politieke vrijheden. Wat zat daar nog in? De prerogatieven en de macht die samenhangen met ambten. Wat zat daar nog in? Vrijheid van beweging en vrije beroepskeuze. Wat zat daar nog in? Inkomen en vermogen. Wat zat daar nog in? Iets wat hij omschreef als de sociale grondslagen van het zelfrespect. Hij zegt dat dat zijn dingen die objectief zijn. Daar moeten overheden voor zorgen en die moeten gelijk verdeeld worden. Dat is een radicale egalitarist. En als je ze niet echt gelijk kan verdelen, dan moet je toch verdomd goed uitleggen waarom je ze niet gelijk verdeeld krijgt. En degene die het minste heeft, die moet er nog zo goed mogelijk uitkomen. Dat is Rawls. Amartya Sen, ik had even genoemd, heeft daar een beetje in het spoor van een heel filosofische stroming die zich daarop geënt heeft, heeft daar een kritiek op ontwikkeld, zeggende van ja, maar inkomen en vermogen, macht en prerogatieven van ambten, dat is belangrijk. Maar dat is een beetje mager. En dus het gaat eigenlijk over ja, de vertaalslag van inkomen bijvoorbeeld in ja, een leven dat de moeite is om geleefd te worden. Sen zei, je moet eigenlijk het hebben over het kunnen functioneren, dat wil zeggen onafhankelijk en goed gehuisvest zijn, goede gezondheid hebben, je vrij kunnen bewegen, functionings, kunnen functioneren. Maar hij voelde er nog iets aan toe, dat is de capabilities. Het gaat ook over de mogelijkheden die je hebt. Het gaat ook over vrijheid. En dan is er Martha Nussbaum gekomen. En die heeft Sen verbonden met Aristoteles. Aristoteles was een perfectionist. Je moest in je activiteit uitmuntend zijn. En dus het geluk voor Aristoteles had niks te maken met hoe voel ik mij. Maar met het welslagen van je activiteiten gericht op relevante doelstellingen. Martha Nussbaum heeft dat verbonden met Sen en heeft een politieke opvatting ontwikkeld op basis van Aristoteles, waarbij ze zegt, overheden moeten ervoor zorgen dat mensen over de vermogens beschikken om een leven te leiden dat overeenstemt met het fundamentele doel van menselijke waardigheid, omdat dat u inderdaad brengt bij het verbinden van geluk met doelstellingen, en u ook een zeker zicht geeft op wat is nu de rol van de overheid daarin. We zijn vandaag dankzij het debat over geluk en welzijn, en mede dankzij mensen zoals Richard Leert, die denk ik ten onrechte terugkeert naar het utilitarisme, maar gecorrigeerd door andere mensen, zijn we eigenlijk, zelfs op het niveau van overheden, beland bij een toch wat nieuwe benadering die ons in staat moet stellen om dingen te zeggen over vooruitgang in welzijn, en dus, laten we zeggen, in factoren die toch samenhangen met wat we beschouwen als bronnen van geluk. En daar is ondertussen meer en meer documentatie over. En dat kan voorwerp worden van politiek debat. Ik keer even terug tot het fundamentele gegeven van, is het nu eigenlijk geluk wat ons interesseert of is het de voorkeuren van de mensen zelf? Dus het feit dat meer rijkdom, economische groei, achteraf gezien niet leidt tot meer geluk. Zelfs als het zo is, dan nog wil dat niet zeggen dat mensen die wel overwogen kunnen kiezen om te zeggen, eigenlijk wil ik hier meer inkomen. Ik wil hier eigenlijk vooruit gaan. Als politiek begint met de samenleving te communiceren in termen van mensen, we gaan u gelukkiger maken. Dat is niet alleen totaal ongeloofwaardig, maar zelfs zeer contraproductief. Het is eigenlijk niet wat de mensen verwachten van politici. Ik zeg dat niet zomaar. Maar Mark Elgar, dus die geluk zeer belangrijk vindt, en eerder langs de kant van de gelukswetenschappen zit. Mark Elgar dus heeft heel interessante enquêtes gedaan waaruit blijkt dat wat mensen verwachten van politiek niet de boodschap is, maak mij gelukkig. Mensen verwachten van politiek dat politiek politieke problemen oplost. En zorgt voor gemeenschappelijke doelstellingen.
En, ervoor zorgt dat de samenleving rechtvaardig is. In het algemeen is het duidelijk dat, het blijkt uit heel veel onderzoek, mensen die minder gezond zijn, zijn minder gelukkig. En dus het is niet toevallig dat de OESO levensverwachting en gezondheid heeft meegenomen als een van die 11 domeinen waarvan ze zeggen dat zij maatstaven voor welzijn. Het pensioendebat gaat in essentie over de langere levensverwachting. Twee, het is eigenlijk een debat over de vraag, die leeftijdsgrens waarop we zeggen, nu is iemand afhankelijk. Die krijgt vrije tijd, maar dat moet ook, want die heeft genoeg gewerkt. Die leeftijdsgrens, ja, als we die nu eens laten verschuiven, dan is dat probleemig. Mag je dan? Kan je dat zomaar doen? Ik denk eerlijk gezegd niet. Er is ook iets objectief in het ouder worden. Dus ons biologisch systeem wordt gewoon ouder. Dus deze samenleving zal langer leven met mensen die inderdaad wat ouder zijn en misschien wat minder snel en wat minder productief enzovoort. Hoe lang je leeft is ongelooflijk sociaal bepaald. Hoger onderwijs, hoger secundair onderwijs. Het zijn geen armoezaaiers, hoger secundair onderwijs. Hoe lang is de levensverwachting in het jaar 2004, hier op de leeftijd van 25 jaar, voor een man die hoger onderwijs heeft gedaan, goede jaren, zonder beperkingen, zonder grote medische problemen, 46 jaar. Zijn collega die geen hoger onderwijs gedaan heeft, maar slechts hoger secundair, 5 jaar minder. Meer jaren met fysieke problemen. Bij vrouwen is dat vanzelfde. Ruud Veenhoven die zegt, stijgende levensverwachting is meer geluk. Dat vind ik een beetje simpel. Langs de andere kant, het is natuurlijk zo dat we allemaal langer willen leven. Als je het vanuit Aristoteles bekijkt, is het niet zo simpel. Een echte Aristoteliaan die zegt, ja, jong sterven, als je je doelstellingen gerealiseerd hebt, even goed als lang leven en je doelstellingen niet realiseren. In de praktijk is dat langer leven een bron, denk ik niet, van geluk. Dat is vandaag vooral een bron van onzekerheid. En onze Richard Leert heeft wel gelijk dat onzekerheid een bron is van veel onbehagen en ongeluk. Die stijgende levensverwachting, hoe moet een geluksfilosoof dat nu interpreteren? Wat is dat nu eigenlijk? Kunnen we van stijgende levensverwachting sociale vooruitgang maken? En in de betekenis van meer welzijn en dus meer geluk? Het maatschappelijke contract waarop het inkomen gebaseerd is dat je in die derde leeftijd zal hebben, dat moet een zeker contract zijn. Een arbeider leeft veel minder lang dan een professor. En veel minder lang in goede gezondheid. Zal je dan zeggen aan de man die maar 15 goede levensjaren te verwachten heeft, statistisch, bij jou gaat er evenveel af, je moet even meer langer werken als degene die 25 goede levensjaren te verwachten heeft. In dit debat is het essentieel dat we vertrekken van een soort van loopbaangedachte, namelijk, ga ervan uit dat mensen een aantal jaren moeten gewerkt hebben. Tel dat bij hun beginpunt. Kijk eens naar wat op de kilometerteller staat. En als ze bijvoorbeeld een loopbaan van 45 jaar hebben, dan moeten ze een volwaardig pensioen kunnen hebben. En voor wie op zijn 18e begonnen is, en vermoedelijk statistisch gesproken minder lang zal leven en minder lang in goede gezondheid, wel, die kan dan eerder vertrekken. En iemand die langer gestudeerd heeft, maar dan ook wel meer verdiend heeft en betere gezondheid statistisch gesproken, ja, daar moet je misschien aan zeggen, in 2030 niet morgen aan. De spil waarop het pensioen, je mag vroeger vertrekken, maar de spil waarop het berekenen, is misschien toch wel 67. Maar je mag vroeger vertrekken, maar hou er rekening mee dat we eigenlijk wel verwachten dat je naar die 45 jaar probeert te gaan. Wat willen mensen eigenlijk als ze op pensioen gaan? Vrijheid. En heel de discussie hierover is eigenlijk een discussie over, zal je naar een samenleving kunnen gaan waar mensen meer geluk vinden in hun werk, omdat ze er ook meer vrijheid in vinden en meer zelfrealisatie. De samenleving heeft publieke doelen nodig. Gedeelde doelen. Als het gaat over die levensverwachtingskwestie, de vergrijzing, ik pleit ervoor dat we dat niet defensief opvatten vanuit een spaargedachte, van nu moeten we daar heel hard voor sparen. Dat gaan we moeten doen. Maar ik vind dat je ook een investeringsgedachte moet ontwikkelen. Omdat we meer kinderen gaan krijgen en niet minder kinderen. We gaan meer moeten investeren in kleuteronderwijs en onderwijs en minder. Overigens begint een goede pensioenstrategie bij goede kinderopvang. Want je moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen goed opgeleid zijn. Dat begint in de kinderopvang. Gezondheidszorg is ongelooflijk belangrijk. Ik zeg dat niet omdat ik weet dat er een aantal mensen uit de gezondheidszorg niet aanwezig zijn. Maar heel dit vraagstuk
staat of valt met de vraag of je in staat bent om de maatschappelijke ongelijkheid in zaken levensverwachting en gezonde levensverwachting, of je in staat bent om daar iets aan te doen. Een hele moeilijke kwestie. Als je daarin lukt, dan ben je inderdaad voorbij het BNP. Dan ben je misschien bezig met iets als bruto nationaal geluk, alhoewel ik dus geen aanhanger ben van Bentham en het utilitarisme. Bedankt voor het luisteren. Dat die niet meer gelukkig worden. Maar, mijn vraag is nu, weten de mensen, hoe weten die mensen of ze vroeger, hoe weten die mensen hoe gelukkig ze vroeger waren? Want ik weet bijvoorbeeld hoe gelukkig ik nu ongeveer ben, maar ik kan mij niet meer herinneren hoe gelukkig ik bijvoorbeeld 10 jaar geleden was of zo. Dit is een goede vraag. Dus het punt is dat zijn andere mensen. De Verenigde Staten vraagt me, sinds de Tweede Wereldoorlog op grote schaal doet men enquêtes. Onder meer Gallup doet dat, die jullie misschien ook kennen van politiek opinieonderzoek en de voorjes van Gallup. Ze doen dus al sinds 1946 zeer grootschalige enquêtes, waarbij ze een vrij eenvoudige vraag stellen. En ze stellen inderdaad ondertussen al bijna 60 jaar dezelfde vraag. En de vraag is, weet je, in deze genre dat men zegt, je moet aangeven op een ladder van zeer ontevreden of zeer ongelukkig naar zeer gelukkig. Je moet op die ladder aangeven waar je denkt dat je voor jezelf zit. En mensen antwoorden daarop met cijfertjes. Ze duiden dat aan en dat zet men om in cijfers. En daar wordt dan het gemiddelde van berekend. Dus die vraag is altijd opnieuw dezelfde vraag en die wordt altijd opnieuw gesteld en die wordt aan zeer veel mensen gesteld. En wat je vaststelt is dat tussen, ik zeg het nu een beetje uit mijn hoofd, want ik heb het niet bij mij liggen, maar je kan dat opzoeken. Men gaat ervan uit dat tussen 1946 en de jaren 80 het antwoord op die vraag eerder negatiever werd. Dus de gemiddelde score die mensen aangaven als antwoord op die vraag ging achteruit. En dan is het terug wat beginnen verbeteren. En dus de gelukswetenschappers die zeggen, wij hebben daar nu zoveel materiaal over verzameld door zoveel jaren dezelfde vraag te stellen, dat is nu toch objectieve wetenschap. Dus vandaar dat ik spreek over de gelukswetenschappers. En ik denk dat het ook zo is, overigens, maar dan moet je met de specialisten hier dan nog gaan komen over praten, men is ondertussen ook wel een stuk verder in dat soort van metingen, omdat men antwoorden die mensen geven op de vraag naar voel je je gelukkig, echt het gevoel. Want dat is nog iets anders. Voel je gelukkig? Men is dat gaan verbinden met waarnemingen van mensen. Met het waarnemen van mensen, bijvoorbeeld glimlachen. Maar ook dingen die je niet beheerst, zoals de krinkeltjes rond je ogen. Dat je niet beheerst. En het antwoord van mensen klopt inderdaad met fysieke uitingen. Men is zelfs ook in de hersenhelften gaan meten. En dus de gelukswetenschappers zeggen, ja, wat mensen zeggen, is wel redelijk objectief, ze fantaseren niet. En dus als je vele jaren dezelfde vraag stelt, dan kom je tot iets objectief. Ik zou jou aanraden, als je geïnteresseerd bent, het OESO-rapport dat vorige week is uitgekomen, over een beter leven, daar hebben ze nu twee indicatoren van geluk die ze beschrijven. Eén is een vraag naar tevredenheid en een tweede is echt een gevoelsvraag. En ze leggen dat ook uit, heel kort, en ze geven de verwijzingen van hoe die dingen tot stand komen. Dus, de gelukswetenschappers mogen wel zeggen dat ze ondertussen veel materiaal verzameld hebben. Vandaar dat ik in het begin heb gezegd, zelfs als dat nu allemaal netjes statistisch materiaal is, dat is heel interessant, zou ik dan zeggen dat politiek moet dienen om zoveel mogelijk mensen te laten antwoorden dat ze zo gelukkig mogelijk zijn. Dan nog zeg ik, opletten. Opletten. Dat is niet noodzakelijk de beste doelstelling voor politiek. Er is ook veel discussie over de methodologie die gelukswetenschappers gebruiken. Ja, ja, inderdaad. Dat kan. Er is iets heel evident daarin. Dus men schaalt dat. Hè? Dus dat gaat van, laten we zeggen, 0 tot 10. En mensen schalen. Ons BNP, in euro's of dollars, hè, groeit. Ja, het is bijna
aan statistische wetmatigheid, dat die inschaling kan dat groeicijfer van BNP niet volgen. En dus dat je met econometrische technieken zo kromme curve vaststelt, heeft misschien gewoon te maken met inschalingsmethode. Ik vind dat stress een afremmend effect heeft op geluk. En ook als mensen langer werken, is vooral stress het probleem. Dat ze de stress niet meer aan kunnen, dat ze daardoor niet langer meer willen of niet meer kunnen werken. Als die stress er niet bij was, zouden ze dat wel doen. Dat is het probleem waarom mensen niet langer willen werken, omdat ze die stress niet meer aan kunnen. En voor jongeren is dat ook zo. Die stress is zodanig toegenomen dat jongeren eigenlijk al heel snel uitgebrand zijn. Dat ze dus snel opgebrand zijn, dat ze dat werk ook niet meer aan kunnen doen. En ik vind dat dan een probleem. Dus wat kun je daarover zeggen? Wel, dat juist is, ik heb daar niks over gezegd, dus dat is een goede aanvulling. Ik weet niet of het boekje van Richard Leert, waarom zijn we niet gelukkig gelezen, dat is echt een lezenswaardig boekje. En hij legt daar zeer sterk de klemtoon op soorten stress die te maken hebben met, om te beginnen, het niet controleren van je eigen situatie. Flexibiliteit die gewoon tot onzekerheid leidt. Stress die het gevolg is van ongelijkheid. Waarbij je stress verbonden met afgunst, laat ons zeggen, u de mindere voelt. Dus daar legt hij zeer sterk de nadruk op. En ik ben het met jou volkomen eens. Voor mij was het een eye-opener dat iemand als Richard Leert, die als arbeidsmarkteconoom toch eerder langs de kant zaten van degenen die pleiten voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, eigenlijk nu een boekje schrijft waarbij hij zegt dat zijn soorten flexibiliteit waar mensen gewoon ongelukkig van worden, willen we dat eens beseffen. Er zijn misschien andere soorten flexibiliteit waar ze niet ongelukkig van worden. Het is wel interessant, dus je hebt daar absoluut een punt, vind ik. Dus andere mensen hebben daar veel over geschreven. In uw betoog, en in ook uw betoog voor het redenaarsconcert, pleit u dat, of zegt u dat zekerheid en voorspelbaarheid eigenlijk toch wel sleutels zijn van het geluk? Ook als wij als maatschappij doelen stellen die voor de individuen op korte termijn misschien niet onmiddellijk populair zijn en dus niet onmiddellijk bijdragen tot hun gevoel van geluk. Maar dat we dus toch maatschappelijke doelen moeten hebben die solidair gedragen worden, zodanig dat we ons daarachter kunnen stellen. Nu, mijn vraag is, hoe plaatst u dat, of hoe ziet u dat in dat streven naar geluk, ook al zijn de maatregelen niet echt onmiddellijk voor de individuen leiden tot een toename van geluk. In een context van de maatschappij zoals die er vandaag uitziet, toch wel enerzijds in de pan van eerst de economische bankcrisis, dan economische recessie en financiële staatscrisissen zoals bijvoorbeeld Griekenland. Het is een negatieve vraag om mee te eindigen, maar ik wil ze toch nog even stellen, omdat het denk ik toch een beetje de context is waarin we vandaag leven. Om te beginnen, ik ben een klein beetje gegeneerd van in deze omstandigheden die we nu meemaken, economisch, politiek en sociaal, om over geluk te komen spreken. Want inderdaad zullen we zeggen dat we meer van geluk en geluk zeggen, zijn er andere problemen. Dus ik doe dat toch ten eerste omdat ik niet uitgenodigd ben. Maar ook omdat ik denk dat we ons moeten afvragen, als we door deze korte termijn problemen doorgeworsteld zijn, laat ons hopen dat dat nu lukt, hè, dat die Europese top tot stabiliteit leidt. Dus laten we hopen dat er daar verstandige beslissingen genomen worden waardoor we een beetje door de korte termijn problemen geworsteld dragen. Dan stelt zich in heel Europa de vraag, wat is het soort van maatschappelijke vooruitgang wat we nu op de middellange termijn opnieuw wensen? Wat is het soort van economische ontwikkeling wat we wensen? En hoe gaan we het succes daarvan meten? En dus, wat ik hier heb verteld, is in die zin politiek, eigenlijk wel zeer actueel, als vraagstuk van, als je nu door die korte termijn crisis geraakt, maar wat is je lange termijn doelstelling? Ik heb dat niet uitgewerkt omdat ik te weinig tijd had, maar dat zat een beetje in de laatste slide. Ik pleit heel sterk voor wat ik noem een sociale investeringsgedachte, waarbij je middellange termijn doelstellingen echt op de agenda van de korte termijn forceert, zoals investeren in goed onderwijs, investeren in goede kinderopvang,
gezondheidszorg, maar in de betekenis van zorgen voor meer gelijke gezondheidsresultaten. En dat heeft te maken met mijn opvatting over vooruitgang en met wat ik denk over de richting die we moeten kiezen als we uit de korte termijn problemen geraken. En het is misschien zelfs, we zullen zelfs misschien niet uit de korte termijn problemen geraken als we die richting niet kiezen. Maar natuurlijk, dan komt daar uw opmerking, denk ik, of uw vraag. Van, je zegt dat het geluk samenhangt met zekerheden. Maar zijn we nu al die zekerheden niet net aan het ondermijnen? Eerst hebben de bankiers onze zekerheid ondermijnd over de kwaliteit van de bescherming van ons spaargeld. En nu zijn we onze zekerheid aan het ondermijnen over de toekomstige pensioenleeftijd en de toekomst van die pensioenen. En je hebt daar alleen maar vuur aan gegeven. Ik ga dat niet ontkennen. Er is een hele moeilijke spanning. Ik denk dat we moeten beseffen dat mensen zekerheden nodig hebben. Maar we gaan nieuwe soorten van zekerheden moeten definiëren. En ik geef terug het moeilijkste voorbeeld. Ik denk dat je op de lange termijn, ik spreek van 2030 en verder, je moet de parameters van je pensioenstelsel eigenlijk koppelen aan de levensverwachting. En op die, als je dat doet, niet morgen, korte termijn problemen eerst oplossen. Als je dat doet, je creëert een beetje onzekerheid, want wat gaat dat zijn met die levensverwachting? Maar je krijgt wel de zekerheid dat het systeem in evenwicht zal zijn. En dus, je kan dan zeggen, we kregen een nieuwe zekerheid. Nou, maar het zal in evenwicht zijn. En het zullen goede pensioenen zijn, maar de parameters gaan wel mee evolueren met de levensverwachting. En dat geeft een beetje ongemak, van ja, maar wat gaat dat zijn? Maar het geeft wel een verzekeringspolis die robuust is. Hetzelfde geldt overigens voor het hele ecologische vraagstuk. We gaan het risico op grote klimaatschade, wat toch een bron is van onzekerheid, we gaan dat risico moeten verminderen door een aantal dingen te doen die ons misschien op korte termijn in een meer onbekende omgeving brengen. En dat komt terug op flexibiliteit en al die moeilijke dingen waar economisten mee bezig zijn en mensen in sociale politiek. We moeten goed beseffen dat mensen die zitten te wachten op onzekerheden. Mensen wachten op zekerheden. Maar we gaan wel nieuwe zekerheden. Dat is het grote vraagstuk van de politiek. Zekerheden, maar ook voorspelbaarheid. Of is er verschil tussen zekerheden en voorspelbaarheid? Er is een verschil. Ik denk dat als een samenleving absolute voorspelbaarheid wil, dat is ook geen leuke samenleving. Daar pas ik voor. Vandaar dat ik in het stuk op het einde zeg, we moeten één persoon, maar wie ben ik? Maar voor mezelf, je moet een synthese vinden tussen een stukje onthechting van materiële vooruitgang en materieel gewin, maar toch ondernemingszin. Creativiteit is het eigenlijk. Dat is essentieel. Vandaag hadden we het over de langere levensverwachting. Volgende week gaan we het specifiek hebben over de jeugd. Recent was er in de Standaard magazine een artikel over hoe ouders hun best doen om hun kinderen toch maar gelukkig te maken. En hoe problematisch dat wel niet is. Volgende week komt Bruno van Opbergen over deze en andere vragen omtrent kinderen en gelukkig.